eigenlijk is het steeds de ondertoon geweest van Prigozhin. Ik kan het beter dan de militaire top van het Russische leger. Dat zijn prutsers. En ja, gezien de geschiedenis van het afgelopen jaar zit daar wel wat in. Dat het in ieder geval prutsers waren. Ja, je bent geneigd toch de parallellen met de Tweede Wereldoorlog te trekken. Waarbij toch gewoon bij de Russen de eerste anderhalf jaar werkelijk totale noodpaniek, incompetentie op het ergst denkbare niveau is. Ja, tenslotte lijken ze het toch te leren. Het verlos hem, kunt u mij horen? Wat allemachtig wat wij toch vastleggen tegenwoordig. Alles eigenlijk. Gigantisch, jongen. Ja. Daar zijn ook al die enorme servicecentra voor nodig. Audio, video, tekst. Ja, is natuurlijk eigenlijk een vrij eigenaardig idee. Ik heb daar bij Apple in die cloud 200 gigabyte als ik het wel heb. Het is zo op? Nou, het is nog niet op, maar ik weet niet of ik er verder mee ga dan. Of je dan niet gewoon wat op moet ruimen van die rommel die er allemaal staat. Want ja, alles weet je, alles staat er. Elk stukje wat je schrijft staat er ook. Heb je ook een backup? Ja, dat is wel een voordeel. Hoewel ik zelf mijn eigen backup systeem heb door alles wat ik schrijf door te sturen naar mijn Gmail-adres. Oh, kijk. Dan heb je in ieder geval een soort dubbele zekerheid. Ja. Ik ben altijd bang dat er ineens iets misgaat en ineens een enorme steekvlam uit je computer komt en alles is weg. Nou ja, dan heb je in ieder geval nog Gmail. Ik neem aan dat er ook, waar zouden servers van Gmail staan? Ook in Europa zou dat ook in Amerika zijn. Ik vermoed in Amerika. Dat dat dan alleen al aan dataverkeer geeft. Of in Ierland, ja. Zou nog kunnen. Ja, interessant allemaal, maar we hebben natuurlijk groot nieuws vandaag. Hè? Groot nieuws. Heb je het nog niet gevolgd? Ik neem aan dat jij doelt op Rusland. Ja, dat is vrij groot nieuws, toch? Ja, heel groot nieuws, ja. Ja, nou, hoe groot het is weten we nog niet precies, maar het is wel groot nieuws. Of het ook reusachtig nieuws is, moeten we nog even afwachten. Maar het is toch wel een opmerkelijke zaak natuurlijk. Ja, ik denk dat iedereen het wel gezien heeft en gelezen heeft. Ja, dat mag je aannemen. Dat is dat privélegertje van die Prigozhin, die is in opstand gekomen. Daar komt het eigenlijk een grote trek op neer. De Wagner-huurlingen. Ja, de Wagner-huurlingen zijn in opstand gekomen. En de vraag is, die vraag werd naar mijn idee in onvoldoende mate gesteld. Waarom zouden ze dat gedaan hebben? En ik begreep dat ze eigenlijk beschoten waren door het Russische leger in het recent verleden. En nou ja, wat voor eisen gaat Prigozhin nu stellen? Ik ga er even vanuit dat hij er niet op uit is om een omvangrijk conflict aan te gaan met de reguliere Russische strijdkrachten. Ik geloof dat legertje van hem 25.000 man groot is. Maar hij heeft natuurlijk wel een paar strategisch interessante punten. Hij had in Rostov, wat een forse stad is van 1 miljoen inwoners, had hij dat hoofdkwartier in handen, of althans een deel daarvan. En er werd nu ook gevolgd in Voronezh. Dat is een stad, als je even op de kaart kijkt, die is een beetje halverwege, nou niet halverwege, maar op weg naar Moskou. En in Moskou waren tal van preventieve maatregelen getroffen. Er worden geen openbare feesten meer gehouden en bijeenkomsten, dat is allemaal opgeschort. En extra beveiliging? Dus ja, nou ja, Poetin heeft natuurlijk een geharnast praatje gehouden. Dolkstoot in de rug, landsverraad, onze dappere vechters aan het front worden hiermee in de kou gezet en gaan ze maar doen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het af gaat lopen. Je kunt natuurlijk twee kanten op kunnen zeggen, dit is sowieso een verzwakking van de positie van Poetin. Ten meer natuurlijk ook omdat het dat met de bezetting of gedeeltelijke bezetting van het hoofdkwartier natuurlijk ook de hele positie van Rusland aan dat zuidelijke front, daar kun je toch wel op zijn minst een klein vraagtekentje bij zetten. Hoe gaat dat aflopen? En dan kan het zijn dat die zaak vrij snel wordt neergeslagen. Nou ja, dan is Poetins positie in feite versterkt. En het kan ook zijn dat dit zich ontwikkelt tot een complexe onderneming. Het laatste nieuws is dat Lukashenko heeft onderhandeld, bemiddeld, tussen Prigozhin en het Kremlin. Nou, daar is uitgekomen dat de Wagner-baas naar Belarus verhuist. Dat het Kremlin in ieder geval heeft gezegd dat Wagner-huurlingen niet gestraft zullen worden. En dat die opmars ook stopt naar Moskou. En die was toch de hele dag wel bezig, die tocht naar de hoofdstad. Ja, dat wordt dus in Voronezh. Als je even op de kaart kijkt, zie je uit
Dat van Rostov naar Moskou, dat is een rechtlopende weg, begreep ik. En daar werd gevochten, of er waren blokkades opgericht in ieder geval. Mm. Maar nu in ieder geval is het voorlopig een aantasting van de positie van Poetin. Ja. Want het blijkt dus dat het intern toch niet helemaal in orde is. Ja. Nou is het wel zo dat die Prigozhin al maanden klaagt, niet waar, over het gedrag van het militaire opperbevel in Rusland. Te weinig munitie had hij ook, zei hij. Hij heeft toen dat filmpje meegemaakt. Munitie, hij werd tegengewerkt. Hij had al zijn best gedaan dan bij Bakhmut. Hij was ook heel boos. Ze waren ondankbaar en bovendien die hele militaire top van Rusland was incompetent. Waar je wel iets bij voor kunt stellen, niet waar, na het jaar wat we achter de rug hebben. Al de minister van Defensie moest het ontgelden. Ja, en anderen. Dus ja, kennelijk heeft hij nu besloten dat militair optreden, of in ieder geval het versterken van zijn positie, de moeite waard is. Nogmaals, ik heb tot nu toe in ieder geval nergens gezien wat zijn eisen zijn. Ik neem aan dat hij een pakket van eisen heeft. Want je vraagt je af, waarom heeft hij het anders gedaan? Nou, volgens mij zijn het verschillende dingetjes. Oorlog is, lijkt me al een heel groot woord. Onder de omstandigheden, ook gezien de afmetingen van het land en de afmetingen van het militaire apparaat als zodanig. Maar het kan zich ook natuurlijk als een inktvlek uitbreiden. Dat anderen zeggen die ook ontevreden zijn, nou ja, dan zal er reden om. Prigozhin had natuurlijk ook gezegd dat die hele onderneming tegen de Oekraïne eigenlijk een racket was. Een vorm van oplichterij in feite. Ja, onder valse voorwenselen. Onder valse voorwensels bedoeld om de positie van de Russische elite te versterken. Dat lijkt me nou in eerste instantie niet dat wat er gebeurd is. Maar goed, dat is in ieder geval wat hij zegt. En dan, het maakt nog eens duidelijk hoe gevaarlijk het is dat je iemand de kans geeft om een eigen legertje op te bouwen. Ja. Ten meer natuurlijk omdat die wagengroep ook in Afrika op allerlei punten strategische klusjes opknapt. En ja, dat speelt natuurlijk in het totale evenwicht ter zake ook nog een rol. Over de hele wereld eigenlijk, hè? Ja. Een soort van agenten. Ja, want het voordeel, dat is dan weer het voordeel van zo'n club die zogenaamd zelfstandig is. Dat is natuurlijk dat je altijd kan zeggen, ja, we hebben er eigenlijk niks mee te maken. Dat is die Wagnergroep die dat doet. Hè? Die heeft zijn eigen belangen. Ja, dus je kunt een beetje schakelen tussen wat je autoriseert en wat je niet autoriseert. Maar in dit geval blijkt dat toch een fors nadeel te zijn. Als het inderdaad zo is dat die Wagnergroep keihard gevochten heeft aan het front en toch slecht behandeld is door de top van het Russische leger. Volgens mij zit daar de pijn. En daar zit het wel naar uit, ja. Ja, want hij heeft ook een filmpje een keer gemaakt. Toen stond hij voor een veld en daar lagen dus in het donker allemaal slachtoffers van die Wagnergroep. En heeft hij dat gefilmd, heeft hij heel ferm uitgehaald naar Moskou van jongens, waar is die munitie? We komen 70% munitie tekort, zei hij. Ja, dat was dan tenslotte ook wel gecompenseerd. Maar hij is dus heel ontevreden over het optreden, zowel strategisch als tactisch van het Russische leger. Begrijpelijk zou ik zeggen, eerlijk gezegd. En hij vindt dat hij tegengewerkt wordt. En dat zegt hij dus al maanden. Ja. Nou, hij heeft ook natuurlijk die stunt uitgehaald in Moskou laatst. Dat hij die brief ging langsbrengen. Omdat Moskou heel graag Wagner onder het ministerie van Defensie wil plaatsen. En hij stelde toen voor met die brief. Laten we het juist andersom doen. Laten we het ministerie van Defensie onder Wagner plaatsen. Ja, dat zou hij natuurlijk wel aantrekkelijk vinden. Stel voor dat gebeurt dan. Zijn de machtsverhoudingen wel ingrijpend veranderd in Moskou, maar dat zit er dus voorlopig kennelijk niet in. Nogmaals, Poetin heeft aangekondigd dat hij keihard gaat optreden. Nou, maar eens zien hoe dat afloopt. Want dat betekent natuurlijk toch een hele organisatie als je dus als het ware in de rug wordt aangevallen. Muiterij is dit natuurlijk. Ja, dat is een vrij complexe zaak, want dat betekent dat je toch allerlei troepen moet verschuiven en dat je moet meten. Niet waar het heen gaat met die troepen van die Prigozhin. Daar kan ik maar, het is wel een vrij complexe zaak. Kijk, zo'n rebellie heeft zeker in het begin het momentum. Of je dat ook weet te behouden, het is uiteindelijk toch niet meer dan 25.000 man. Dat weet ik niet. Nee. Ik weet ook niet precies hoe zwaar ze bewapend zijn. Er stonden wel flink wat spullen daar in de Rostov op de stopstraat. Ja. Nou ja, de New York Times had er een filmpje van. En nu ook een filmpje van een of andere wegblokkade op weg naar Voronezh. We zullen zien. Wagner heeft het imago dat ze beter zijn getraind en beter zijn uitgerust dan de normale Russische militairen. Ja, nou leek dat, voor zover ik begrepen heb, was dat niet zo heel moeilijk. Ze waren wel heel. Maar goed, we waren net bezig het nieuws te verwerken dat de Russen het aan het front niet slecht doen.
dat ze het defensief niet slecht doen. Ik las ergens offensieve mogelijkheden hebben ze eigenlijk niet daar. Maar defensief hebben ze de zaak goed op een rij daar. Met als gevolg dat Zelensky ook moest zeggen, ja, het gaat niet snel. Het gaat langzamer dan we gehoopt hadden. Hmm. Nou ja, zoiets. Dat was dan net allemaal duidelijk geworden. En nu deze klap, dat eigenlijk van achteruit wordt gezegd, wacht eens even. Wij zijn heel ontevreden over de hele gang van zaken. Zo zie ik althans het optreden van die Prigozhin, dat hij dit doet om, zullen we zeggen, onderhandelingsobjecten te krijgen. Ja. Ik wil wel me fatsoenlijk gaan gedragen, maar er wordt wel tijd dat er allerlei dingen uitgevoerd worden die jullie tot op heden niet adequaat hebben uitgevoerd. Ja. Hij heeft ook een Russische commandant heeft in tijd gegijzeld, hè? Om pressie uit te oefenen. Nou ja, dit is ook denk ik, deze hele onderneming lijkt mij een klusje om pressie uit te oefenen. Ja, nou, want hij, wat jij net zei, van, hij zegt ook die Russen, die houden al die munitie voor zichzelf. Ze houden ook alle wapens die ze in beslag nemen, houden ze voor zichzelf en ze delen niets met ons. Dus wij voelen ons... Nee, nou, en bovendien moeten wij dan dus het zware werk opknappen. Juist. Want ik begreep dat die gesneuvelde cijfers daar bij Bachmoed, dat die dramatisch hoog waren. Ja. Zo hoog dat hij ook opgehouden was met mensen uit die gevangenissen te recruteren. Want die hebben daar natuurlijk ook geen zin in. Hè? Uit de gevangenis is fijn. Maar als je vervolgens 99% kans hebt om bij Bachmoed aan flarden te worden geschoten, dan wordt het weer iets minder fijn. Mm. Dus ja, maar dit is een interessante ontwikkeling. Ik zou zeggen voorlopig, we weten niet hoe het af gaat lopen, is daarmee toch de positie van Poetin en de positie van het Russische leger ter plekke aan het zuidelijk front, zoals het daar heet, wel wat verzwakt. Ja, Zelensky zei het is de eigen schuld van Poetin dat dit nu gebeurt. Voor hem is het natuurlijk wel, kan het een kans zijn, omdat de focus van Poetin nu tijdelijk even verschuift naar het Nederland. Dat zou kunnen, het gaat er ook te komen. Nou ja, ze hadden al direct gezegd dat Russische soldaten aan het front, die zouden geen meterprijs geven en ze geweldig dapper opstellen en niks anders doen dan ze normaal ook zouden hebben gedaan. Want dat kan voorlopig het geval zijn. Nogmaals, het gaat om een legertje van 25.000 man. Dus dat op zichzelf is dat ook in die omstandigheden ook weer klein bier. Ja. Ja. Maar zolang je het momentum hebt, zolang je iets begonnen bent, kan dat toch heel serieus uitzien voor degene die in feite aangevallen worden. Ja. En Poetin en Prigozhin, die hebben een verleden samen. Die kennen elkaar heel lang. Ja, even. Die Prigozhin is in feite een creatuur van Poetin. Het is een van die oligarchen die zijn rijk gestolen hebben en hij dan geloof ik door middel van de catering van het Kremlin. Hij zat eerst lange tijd, want het is ook geen lievertje natuurlijk, hè, deze Prigozhin. Die heeft lange tijd ook in de gevangenis gezeten. Het is een eerste klas boef. Ja. Ja, daar moeten we verder niet moeilijk over doen, maar dat is Poetin ook. Dus dat betreft zijn ze allemaal aan elkaar gewaagd daar. Dat is allemaal tuig van en de En hij is een hoddelkraam begonnen toen hij uit de gevangenis kwam. En nou goed, hij werd de cateraar van het Kremlin en toen heeft hij allerlei bouwopdrachten weten te verwerven. En banketten weet, mocht hij doen, staatsbanketten. In de onroerend goedsector kan altijd op alle denkbare niveaus crimineel verdiend worden. Dat is in het Westen niet anders bij mijn weten dan in het Oosten. En ja, dus hij is ook ongelooflijk rijk geworden. Er werd een plaatje getoond van het gebouw van de Wagnergroep in, ik geloof, in Petersburg. Dat ja. Was al geen kattenpis. Maar de Russen nu voor de deur staan volgens mij. Of hetzelfde ja, dat zullen ze genoemd. Zeker doen. Hmm. Ja. Dus we gaan er nu afwachten hoe dit zich ontwikkelt. Ja. Maar interessant is het wel. Ja, zeker. Omdat we het toch eigenlijk niet verwacht hadden. Nee. En die Prigozhin die is altijd een beetje op de achtergrond gebleven. Hè? Omdat hij als de kok van Poetin werd inderdaad genoemd. En nu treedt hij opeens naar voren. Want lange tijd was het ook wel onduidelijk, is hij nou degene die Wagnergroep aanstuurt? Hij deed daar geheimzinnig over, maar al enige tijd geleden zei hij, ja, ik ben wel degelijk de baas van de Wagnergroep. Ja. En hij is toen een restaurant begonnen toen hij de gevangenis uitkwam. En daar is Poetin schijnbaar een keer op bezoek geweest. En daar was hij wel van onder de indruk. En toen zijn zij zaken gaan doen inderdaad. Ja, maar ja, wat zoals de hele elite daar. Je moet eerst met Poetin op kunnen schieten voordat je kunt beginnen met jezelf systematisch rijk te stelen. Ja. Want dat is natuurlijk wat de Russische elite vooral bijzonder goed kan. Eigenlijk is er steeds de ondertoon geweest van Prigozhin. Ik kan het beter dan de militaire top van het Russische leger. Dat zijn prutsers. Ja. En gezien de geschiedenis van afgelopen jaar zit daar wel wat in. Dat het in ieder geval prutsers waren.
Ja, je bent geneigd toch de parallellen met de Tweede Wereldoorlog te trekken. Waarbij toch gewoon bij de Russen de eerste anderhalf jaar werkelijk totale noodpaniek, incompetentie op het ergst denkbare niveau is. En tenslotte blijken ze het toch te leren en dan blijkt het enorm effectief te zijn. Zij het altijd met die enorme hoeveelheden gesneuvelde aan Russische kant. Maar dat was geen bij het tsaristische leger al het geval te zijn. Het idee dat er mensenlevens gespaard zouden moeten worden aan het front, daar hebben ze nooit iets mee gehad. Denk je dat Prigozhin zijn leven zeker is, nu? Daar zal hij wel voor gezorgd hebben, neem ik aan. Ja, we mogen aannemen dat hij niet in een dronken bui geroepen heeft, jongens, dit gelul moet nou eens afgelopen zijn. We gaan de zaken aanpakken. Nee, ik denk wel dat het iemand is die na kan denken. Dus hij moet weten wat hij wil. Dan moet ergens op een goed moment, neem ik aan, eisen geformuleerd worden. Op enige wijze. En natuurlijk heeft hij gezorgd voor zijn eigen veiligheid. En voor het innemen van posities die waarschijnlijk voorlopig niet zo heel makkelijk terugveroverd kunnen worden. Dat denk ik. Het is een intelligente man. Dus een intelligente boef. Zoals natuurlijk de Kremlin vol zit met intelligente boeven. Ja. Dat moet je wel zeggen. Maar je denkt niet dat ze hem te behalve pakken... Behalve kennelijk degene die de militaire leiding hebben. Ja, maar als ze hem te pakken krijgen, dan kunnen ze hem natuurlijk ook ombrengen. Ja, als ze hem te pakken krijgen, maar dat zou je dan toch eerst moeten doen. Dat valt niet mee natuurlijk. Want ik zei, neem aan dat hij ook niet regelmatig uitzendingen verzorgt waarin hij zegt, nou ik zit nu hier of daar. Nee, nou ja, natuurlijk. Hij was ook in dat tentenkamp. Daar hebben ze het ook toegeslagen, de Russen. Ja, zeker. Maar valt niet mee om iemand in tentenkampen te raken, kan ik je verzekeren. Er zijn toch vele omgekomen? Nou, ik denk aan al die aanvallen van de Amerikanen op die tentenkampen van Osama Bin Laden. En hij was altijd net weg of hij was aan de andere kant van het kamp. Nee, ik denk dat Prigozhin natuurlijk alle voorzorgsmaatregelen heeft getroffen. Hij kent het systeem. Ja, dat is waar, ja. Hij weet hoe al deze boeven denken. Dus hij heeft daar ook passende maatregelen voor genomen. Dus pressie zet hij nu in om zijn positie te verstevigen? Ik denk dat dat de bedoeling is. Dat hij in feite zich een positie verwerft. Zegt van ja, wacht eens even jongens. Er zijn een aantal eisen die ik stel die hier verwezenlijk moeten worden. En anders zie je nog maar eens hoe je het je hoofdkwartier terugverovert in Rostov. Maar kan Poetin dit over zijn kant laten gaan? Kan hij hem weg laten komen met inderdaad zijn... Dat lijkt me na die toespraak heel moeilijk eerlijk gezegd. Hè? Dolkstoot in de rug, land verraad. Onze jongens aan het front in de steek gelaten. Er zijn oligarchen bekende, voor minder over een balkon geflikkerd. Ja, de bekende dingetjes. Wat nog wel de vraag is, want er was al sprake van, volgens mij al gisteren al gerucht over dat een criminele vervolging in zou worden gesteld tegen Prigozhin. Heeft hij daarop gereageerd of was dat meteen al omdat ze wisten dat dit ging gebeuren? Dat is mij niet helemaal duidelijk geworden. Althans uit de berichtgeving. Kijk je ook nog met enig genoegen hierna? Van, kijk eens eventjes, heeft Poetin shit in eigen huis? Ik moet erkennen dat ik in alle denkbare opzichten waarin eventueel iets mis zou kunnen gaan met Poetin en zijn konuiten en met het huidige Rusland, dat ik daar met veel genoegen naar kijk. Dus daar hoort dit ook bij? Ja, zonder meer. Kijk, alles wat slecht is voor Poetin is een voordeel A voor Rusland op lange termijn, B meteen al voor de Oekraïne, C voor de ganse wereld zou ik zeggen. Ja, de leider van Tsjetsjenië had zich meteen achter Poetin geschaard en had gezegd dat hij een echte held. Maar die Kadyrov die werd er toch al lang van beschuldigd dat hij... Dat hij wel een grote mond had, maar dat als het op vechten aankwam, dat ze wel zorgden dat er niet al te veel ongelukken gebeurden. Dus daar heb je niet zoveel aan? Nou ja, dat weet ik niet. We gaan dat afwachten. Die heeft precies zo'n legertje, ook een man of 20, 25.000 of zo. Ik begreep dat eigenlijk niet zoveel mensen zijn. Oeh, Kadyrov of dat. Nou ja. En wat ik dus ook nog begreep, is dat die Prigozhin, dat hij dus af en toe aan het front is, maar dat hij dus ook de rest van de tijd door Rusland toert met een soort van lezingen. Volgens mij heeft het ook de titel het Tweede Front of iets dergelijks. En dan vertelt hij dus aan de burgers wat hij daar doet. En hij schijnt heel populair te zijn onder de bevolking. Ja, maar ja, omdat hij natuurlijk eerst... Hij heeft wel degelijk een bijdrage geleverd. Denk aan dat Bachmoed dan. Maar tegelijkertijd, nu zegt hij natuurlijk ook, en dat is denk ik een stap verder, die hele oorlog is oplichterij in feite. Eerst zei hij, die oorlog wordt slecht gevoerd. Die top van het Russische leger, die weet niet wat ze doen.
Maar nu zegt hij, die oorlog zelf is een racket. Wat vertaal je? Racket. Een oplichtersconstructie in ieder geval. En dat wordt niet gewaardeerd in het Kremlin? Nee, dat mag je aannemen. Ja. Aangezien ze daar tot de peden alles opgezet hebben, mag je dat aannemen. Ja. Sowieso, hoe we het nou verder ook beschouwen. En wat deze wonderlijke crisis ook gaat opleveren. Poetins besluit om de Oekraïne aan te vallen is natuurlijk een dramatische fout geweest. En er bestaat geen twijfel over. Heb je van de week nog die plannen gezien van in ieder geval België om geld wat bevroren is in Europa, om dat aan Oekraïne te geven voor de wederopbouw? Ja, maar er is vroeger toch ook al sprake van geweest dat al die bevroren fondsen in principe naar Oekraïne gesluist zouden kunnen worden. Ik weet niet hoe dat financieel en juridisch in elkaar zit, maar wie weet is dat mogelijk. Ja. Want natuurlijk dat opknappen van de Oekraïne, daar gaat wel flink wat geld kosten. Mm. Maar vind je het moreel juist, als ze dat zouden doen? Ik hang er vanaf van wie dat geld is, wat ze dan door willen sluizen. Als dat aantoonbaar allemaal het geld is van de kleptocratie die daar aan de macht is, dan zeg ik, vind ik het verder prima. Het zijn allemaal de oligarchen rondom Poetin. Ik vond ook het naaste van die grote boten vond ik ook prima. Ja. Dan vraag je af, wat moet je met die boten? Het zijn onmogelijke objecten die miljoenen verslinden aan onderhoud, aan de bemanningen. Als je niet met zo'n ding, als je het oplegt, zo'n schip, dat is er niet goed voor. Poetin was wel heel kritisch. Hè? Hij zegt, beslag leggen erop, dat is één. Dat is zeg maar het bevriezen, maar dan staat het wel nog op onze naam, maar kunnen we er niet bij. Maar wat er dus nu gebeurt, is het onteigenen. En dat gaat eigenlijk in tegen alle wetten die de westerse wereld heeft opgesteld. Ja, daar zal wel wat in zitten. Ja, dat denk ik ook wel. Want vergeet niet dat die kleptocratie daar, die hele bende van dieven en moordenaars, natuurlijk vooral het geld wat ze gestolen hebben uit Rusland, dat ze dat op tal van westerse banken hebben gezet of er grote hoeveelheden westers onroerend goed mee hebben gekocht. Ja, dat ze lopen natuurlijk het risico dat ze dat uiteindelijk kwijt zijn. Hmm. België was schijnbaar heel belangrijk hierin. Per toeval, omdat daar een soort van notarisachtig kantoortje zit in die hele constructie die dat gestalde geld dan moet beheren. Dus vandaar dat daar alles focus naar uitging. Wat je toch altijd weer, dat je weer verbaasd bent over de wonderlijke constructies in de financiële industrie. Niet waar dat je wel eens het gevoel hebt dat eigenlijk de hele mondiale elite bestaat uit dieven. Dat klinkt een beetje cru, maar wat toch te denken, wat hebben we al niet gehad? De Panama Papers, de Cayman-eilanden. We hebben natuurlijk de Herengracht in Amsterdam. Het is één groot, vaak grotendeels onzichtbaar fiscaal kantoor. Niet waar die elites in feite het niet al te fatsoenlijk verkregen geld kunnen verstoppen. Nou ja, dat zul je op een goede. Ja, ik vind dat daar tegenop moet worden getreden. Ja. Maar de familie Cameron, weet je het nog? Ja, die bleek een groot deel van zijn geld ook op de Cayman-eilanden gestald te hebben. Ja, dus zeg nogmaals, dat is dus een familie die de elite van Engeland tot de elite van Engeland behoort. Ja. Nog wel enige nuance rondom dat geld afpakken van de Russen. Het bleek dus zo te zijn dat de renteinkomsten die opgeleverd worden met het vermogen van die Russen, dat daar weer belasting over betaald moet worden. Nou, dat gaat dan gewoon naar in dit geval de Belgische overheid. En die belastinginkomsten, die werden dus naar Oekraïne toegestuurd. Dus het is niet zo dat. Oh, wacht even. Dus het ligt wel iets genuanceerder. Wat het geld wat op de rekening staat ook gewoon nee, nog ernaast niet. Wordt. Nog niet, dat willen ze dus wel. Maar dat is nog niet gebeurd tot nu toe. Ja. Nou Rusland heeft zichzelf natuurlijk compleet geïsoleerd. Ja, maar Ursula von der Leyen die stelde dit voor. Hè. Die zei van dit is het plan wat we willen gaan doen. En voor het zomerreces nog, dus dat is de komende weken, komen we met een plan. Ik ben er niet tegen. Zei dat ik dan er wel weer voor ben, dat ik graag wat controle zie op de uitgaven in de Oekraïne als ze dat geld gaan gebruiken. Ja. Oekraïne was nou ook niet een land wat bekend stond als volledig vrij van corruptie, volledig doorzichtig enzovoort, absoluut niet. Het zou natuurlijk, Oekraïne zal als het ooit tot wederopbouw komt, natuurlijk ook duidelijk moeten maken dat dat ook op een faire manier gebeurt. En dat we daar niet ook weer de bekende kleptocratie uit deze landen weer aan het werk zullen zien. Nou ja, de vorige aflevering. Want ze zijn niet bij voorbaat allemaal heilig, hoe goed ze ook vechten. Jij zegt van ze gaan naar de NATO misschien lid worden, dan moet dit natuurlijk wel op orde zijn, hè? Ze dit willen. Sowieso denk ik als Oekraïne onderdeel wil worden van, laten we zeggen,
de westerse bondgenootschap in de ruimste zin van het woord NATO en de Europese Unie, dan moet je de boel wel op orde hebben. We hebben nu toch ook wel een klein beetje spijt ook van het feit dat we landen als Bulgarije en Roemenië, waar de boel helemaal niet op orde is, dat we die ook hebben toegelaten. Dat we betrekkelijk machteloos zijn tegen landen als Polen en Hongarije. Ja, waar de zittende elite niet deugt. Ik moest nu met de Prigozhin ook nog wel even denken aan toen die coup in Turkije met de Erdogan. Is dat vergelijkbaar, vind jij? Natuurlijk een hele andere situatie, maar daar moest Erdogan ook echt even ingrijpen om zijn gezicht te redden. Ja, dat was heel omvangrijk. Naar mijn idee wel iets omvangrijker dan dit, maar dit zit toch anders in elkaar. In de zin dat die Wagnergroep gewoon een min of meer zelfstandige militaire eenheid is. Die dus een belangrijke bijdrage heeft geleverd en vindt dat ze daarvoor onvoldoende beloond zijn, denk ik. En dat ze daarbij onvoldoende geassisteerd zijn. Ja. Maar dus ik ben heel benieuwd naar de eisen van Prigozhin. Of we die überhaupt te horen krijgen natuurlijk. Dan nog eens eventjes kijken of er nog laatste nieuws is. Want we nemen natuurlijk op terwijl de ontwikkelingen natuurlijk doorgaan. Ja, wij weten niet hoe het verder gaat vanaf dit punt. Ja. Ja. En aangezien mijn voorspellende gaven op het punt van Rusland niet indrukwekkend zijn, zou ik zeggen, we houden de zaak maar even open. Ja. Dit is in ieder geval een plaatje van een agent van het Wagner-leger in Rostov, waar we het net over hebben gehad. Met die stokrozen erbij. Hè? Ja, het ziet er heel idyllisch uit op deze manier. Ja, het ziet er idyllisch uit, ja. Ja, maar er staat in ieder geval bij dat ze die luid niet warm hebben ook, hè. Dat is ongelooflijk werkelijk. Maar ze hadden ook een hoop materiaal op straat. Ja, natuurlijk de beeldvorming ook. Maar Hoekstra heeft ook gereageerd. Hij zegt, we staan in nauw contact met de ambassade in Rusland. Hij kan moeilijk iets anders zeggen. We kijken het maar eens aan. Kun je dat trouwens ook zeggen, want jij zegt van ja, die Oekraïners die kunnen niet echt doorbreken in dat offensief. Tot op heden niet. Nee. Het gaat om een aantal reeks van dorpen die ze veroverd hebben. Ja, wat zegt dat nou over het materieel ook wat ze toch hebben gekregen, wat toch wel, nou ja, ik denk zelf dat vooral die mijnenvelden schijnen problematisch te zijn. Ja. Er schijnen enorme mijnenvelden te zijn aangelegd over tienduizenden vierkante kilometers. Dat is natuurlijk ook in de opruimsector is dat lastig werk. Maar als ik nou de hele zaak enigszins kan bekijken, is dat dat modern vechten eigenlijk zonder permanente effectieve luchtsteun een hele lastige onderneming is. En daarvan is eigenlijk in de Oekraïne, van de kant van de Oekraïne, geen sprake. Ze hebben geen luchtmacht die permanent effectief aanwezig is, bij mijn weten. Hmm. Lijkt in ieder geval het einde te zijn gekomen aan deze opmars. Ah, kijk eens aan. De strafzaak tegen Prigozhin die is afgedaan met zijn verplaatsing naar Belarus. En de Wagner-huurlingen kunnen zich aansluiten als ze dat willen bij het Russische leger. Naar het Russische leger, maar ook delen van het Russische leger. Die moeten ook maar toevallig ter plekke zijn in Voronezh. Je hebt zelf niet een plek waar je grote concentraties van militaire eenheden verwacht. Dus ja, dat blijft afwachten. Ja. Want dat kunnen ook van de kant van Wagner kunnen dat alleen maar betrekkelijk kleine eenheden zijn, lijkt mij. Zou ook een helikopter zijn neergehaald? Maar goed, ook in Moskou waren alle passende maatregelen genomen. Ja, nou, ze kunnen er redelijk snel staan. Nou ja, 500 kilometer, dat vind ik al een flink eind. Maar je weet niet, misschien zitten nog leden van Wagner dus wel in Moskou. Van Voronezh naar Moskou, dus 500 kilometer. Dat is vanaf hier in Utrecht tot ver voorbij Parijs. Mm. Hè? Maar je weet niet wat ze nog in Moskou hebben zitten. Hè? Misschien dat daar ook nog. Ik heb geen flauw idee of ze daar eenheden hebben. Dat is mij onbekend. Ja. En daar is dus een helikopter ook neergehaald. Ik zou me verbazen als het zo was, maar goed. Ja. En Zelensky heeft nog laten weten, Poetin heeft met de invasie Rusland in een enorme chaos gestort. Nou, dat is enorm. Maar goed, ja. Dat het een mislukking is geworden. Die overigens Rusland volgens mij betrekkelijk lang zou kunnen volhouden. Dat is wel duidelijk. Ja. Heb je ervan? Nou, de opmars lijkt in ieder geval voorlopig te zijn gestopt. En daarmee lijkt ook een einde te komen aan deze muiterij. Blijven de ontwikkelingen uiteraard op de voet volgen. Mocht je meer willen weten over de conflicten van Rusland door de jaren heen en ook over de Russische agressie meer willen weten door de jaren heen, luister dan nu naar het speciale luisterboek. Dat hebben we klaargezet voor je in de show notes. Het is een eerste klas boef.
Een gloednieuw luisterboek staat voor je klaar. Maarten van Rossum vertelt 3 kwartier lang over de nieuwe wereldorde die ontstaat door de oorlog in Oekraïne. Ja, dat zou natuurlijk enorm lollig zijn als we dan een tijdelijke verstandige dictator zouden kunnen benoemen. Ik denk in dit verband natuurlijk altijd aan mezelf. De nieuwe wereldorde door Maarten van Rossum. Het luisterboek download je nu via de link in de show notes. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar de aflevering over de superbatterij die je met 1 keer laden van Amsterdam naar Zuid-Duitsland brengt. Je luistert de aflevering nu via de link in de show notes.